Goedemorgen allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En voor als je nieuw bent, vergeet zeker niet op die abonneerknop te klikken. Ik open de weekvlog wat anders dan normaal in de auto. Het is natuurlijk gewoon maandag. En ik heb kut nieuws, want Stan heeft corona. En zijn vader ook, zijn broertje ook. Dus hij is nu bij mij en hij was wel bij mij. Dus ik ben nu onderweg naar de teststraat. Ik heb niet heel erg klachten. Ik ben een beetje verkouden, maar dat was ik al. En ik heb een beetje spierpijn gehad gisteravond. Maar ik ga gewoon voor de zekerheid testen. Het heeft waarschijnlijk geen zin, maar dan weet je het maar alvast. En woensdag ga ik echt testen, want hij heeft dus klachten kunnen hebben sinds vrijdag. Dus het is een en al drama. Dus woensdag kan ik pas echt testen, want dan is het 5 dagen erna. Ik ben dus nu onderweg naar de teststraat. Again, vorige week maandag ging het er ook zo al aan toe. Toen moest ik ook testen. Dus het is een en al kut gewoon. Het is helemaal kut. Ik heb alleen vandaag zowel les. Maar nou ja, we gaan het allemaal wel zien. Ik heb verder niet de hele dag les. Ik heb wel genoeg dingen die ik moet doen. Ik hoop echt niet dat ik het krijg, maar sowieso wel, want ik ben al dagen de hele dag met Stan in de nacht. Ik slaap met hem, dus ja, het kan bijna niet anders dan dat ik het moet hebben, zeg maar. Dus ja, het is gewoon allemaal waardeloos. Het is een situatie en we kunnen er helaas niks aan doen. Ja, ik vind het gewoon vooral heel zielig voor Stan dat hij zo ziek is. Want ik hoop gewoon dat ik het krijg en dat mijn ouders het niet krijgen. Maar ja, we moeten allemaal helemaal in quarantaine. Dus Stan en ik leven nu een beetje op mijn kamer. Ja, het is gewoon geen ideale situatie. Maar ik ga even verder rijden, want ik zit heel de tijd te rijden met een camera in mijn hand. En dat is ook niet een ideale situatie. Oké, de test zit er weer op. Ik vind het nooit heel vervelend. Het is op het moment heel even naar, maar... ja, daarna voel ik het eigenlijk al niet meer. Dus ik ga nu snel naar huis rijden. Ik heb nu dus online les. Die ga ik hier apart volgen. Want Stan die vond ze echt niet lekker. Ja, ik heb dus net getest. Ik hoop gewoon dat ik het heb. Want dan ben ik er van af. Want anders, stel hij zou me nu pas besmetten. Dan zou ik het pas vrijdag kunnen krijgen. En dan zit ik nog 100 jaar in quarantaine. Dus kut gewoon. Ik vind het zo irritant. Ik heb er echt geen zin in. Het is zo... Oké, de online les is over. Ik heb echt geen woord van staan. Ik heb alleen maar dingen geregeld. Ik moest namelijk mijn telefoonabonnement zakelijk overzetten. En dit heb ik gedaan. En ik moet ook even mijn zakelijke betaalpas in Apple Pay zetten. Maar dit werkt niet. Dus ik ben even met de Rabobank. Aan dit chatten, dat is ongezeik. Echt, dan wil je iets en dan is het allemaal kut. Het is 12:30, dus ik ga zo meteen ook even lunch maken voor mijn Stan. En ik moet een paar stories filmen. Nou, werk heb ik dus niet deze week. Want ja, ik mag niet werken, ik moet in quarantaine. Helemaal waardeloos. Ik zou ook een nachtje weggaan naar de Veluwe dit weekend. Maar dat gaat denk ik ook niet door. Het is inmiddels een tijdje verder. Ik ga zo meteen even iets filmen voor een samenwerking. Het is inmiddels alweer bijna 4:30. Nou, dagen vliegen voorbij, doet echt geen klote. Daarnaast, als ik nu positief word getest, dan moet ik dus tot maandag in quarantaine. En anders, als ik negatief ben, dan gaat Stan naar huis. Want anders moet ik nog veel langer in quarantaine. En mijn telefoon is aan het updaten, want ik moet op iets wachten. En ik wil eigenlijk stories maken, maar dat kan dus nu niet. Het is gewoon echt een kutsituatie. Oké, dan even iets leuks in de weekvlog. Want alleen maar kut en negativiteit. En I don't like that. Ik heb een super leuke samenwerking met Stronger. Ja, ik weet niet of jullie het kennen. Maar het is een sportmerk wat hele leuke sportkleding heeft. Ik heb er al zelf een pak van. En die draag ik super graag. Ze staan gekenmerkt om hun ja, 2 banden om de been. En ik heb echt super leuk items ontvangen. Heel erg benieuwd. Dus die ga ik even unboxen. Ik heb ook een kortingscode die jullie kunnen gebruiken. Dat is namelijk Sarah20. En dan krijgen jullie 20% korting. Dus dat is echt best wel een hoop.
20%. Het is toch 1/5 deel wat je korting krijgt. Dus het is heel leuk te bestellen. Vergeet het zeker niet te doen. Ik heb echt zoveel, niet normaal veel leuke items. Dus ik ga het snel unboxen. Linkje staat sowieso in de beschrijving. De kortingscode. En het super chill is dat ze gratis leveren binnen Nederland. Dus je kan gewoon makkelijk bestellen. Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Want het is zoveel. Het is echt niet normaal. Het eerste is een sport BH. En ik heb alles een beetje in of een zwart of in een beige kleur. Dus gewoon een beetje een natuurlijke kleur. Ik vind het zelf het mooist. Echt een vet mooie sport BH. Hij heeft ook vullingen. Hij is gewoon heel simpel zwart. Hele leuke bandjes waar Stronger op staat. Ik heb hem in de maat S. En van achter zit hij zo gekruist. Ik ga zo meteen alles laten zien, aanbeelden. Maar ik ga eerst alles even doorlopen. Dus super mooi. Want het zijn allemaal setjes. Dus het is natuurlijk wat handiger. Dan heb ik hier een sportshirt. Oh, dit is zo'n leuk sportshirt. Het is een cropped shirt. Dus hij is kort. En het is ja, echt zo'n lekker sportstofje. En dan hieronder een band met Stronger. Heel erg leuk. Ik heb deze in de maat M. Dus heel leuk shirt. Dan heb ik twee leggings. Ik heb hem in de maat M en ik heb hem in de maat L. Want we wisten niet zeker welke maat ik had nodig had. Want soms heb ik echt een maat L nodig en soms echt een maat M. En het leuke is, de maat die ik niet pas, die wil ik eigenlijk aan jullie weggeven. Dus wat je kan winnen in deze shop nog is een van deze leggings. En die zal ik dan opsturen. Het enige wat je hoeft te doen is mij op mijn kanaal te abonneren. En om me te volgen op Instagram, maak hier een screenshot van en stuur dit op mijn DM. Dat is het enige wat je hoeft te doen en dan kan je een legging winnen. Dus super leuk. Deze leggings zijn meestal rond de 60 euro, dus dat scheelt toch wel weer. Ik zal de winnaar over een week bekendmaken. Ik zal diegene dan een berichtje sturen. Nou, dit is dus de legging. Ik ga gewoon beginnen met de maat L, want hun andere legging heb ik ook in maat L. Het is een hele mooie zwarte, maar echt een gekenmerkte legging. Hij heeft hier dus twee van die wanden waar ze dus bekend om staan. En hierachter wat gaas. Het is dus echt een sportlegging. Ik vind het er echt heel leuk uitzien. Hier in de hoek staat dus ook nog Stronger. En dit is dus in de maat L. Hierachter zit ook een vak waar je je telefoon in kan doen. Dat is ook ideaal. En dan als laatst bij deze set nog een jasje is het volgens mij. Een vest bedoel ik eigenlijk. Ja, jas, vest. Dit is natuurlijk als het wat kouder wordt. Deze heeft een wat hoger kraagje. Hier zit ook Stronger. Hier een leuke band. Gewoon een zwart. En ja, dit is een ja, vest. Een sportvest. En dit is echt heel handig als je gewoon naar de sportschool toe gaat. En als je bijvoorbeeld buiten gaat sporten, dan begin je gewoon lekker met zo'n vest. En deze is altijd lekker vluchtig, want het is natuurlijk van sportkwaliteit. En ik heb deze in de maat M. Ik ga denk ik gewoon beginnen met deze outfit. Want dit is één outfit en dan heb ik nog een andere outfit met andere kleuren. Dus ja, die ga ik laten zien. Oké, ik had het pak aan. Ik had maat L aan en deze was dus toch te groot. Ik ben heel blij dat ik daarom twee maten heb gedaan. Want een andere legging die ik van hun heb is net een andere collectie. En dat ik dus wel in maat L. Maar ik heb nu maat M aan. Ja, dus heb je een maat L, dan kan ik die aan je verloten. Ja, het is echt een vet mooi sportpak. Echt, de legging zit zo mooi hoog en lekker aangesloten. Wat ik super leuk detail vind is dat je hier zo boven Stronger op elkaar hebt. Hoe leuk is dat? Van achter ziet het er zo uit. Echt super, super mooi. Het is echt een stevige sport BH, stevige legging. Het zit super mooi op elkaar. Ik vind het echt helemaal geweldig. I love this. Ja, dit is echt zo mooi. Ik ga nu het shirtje aandoen en daarna het vest. Oké, dit is het shirtje. Echt, ja, vet leuk. Staat er ook heel erg leuk op. Deze is dus van dezelfde collectie. Echt, nou, vet leuk shirtje ook. Gewoon, ja, past perfect op. Dit is echt wel een outfit dat ik gewoon naar de sportschool aandoe. Ik ben er niet helemaal van om echt zo in de sportschool te lopen. Maar ik vind als zo'n shirtje lekker wijd eroverheen wel wat leuker. Ik zweer het, ik kan gewoon echt helemaal enthousiast worden om nu gewoon naar de sportschool te gaan. Helaas zijn de sportschool niet open. De legging zit echt, ik wil in deze legging leven. Hij zit zo lekker. En het is zo'n lekker stofje. Oké, dan heb ik het vest aan. Deze had voor mij zelfs nog wel een maatje kleiner gemogen. Meestal heb ik wel maat M en dit soort dingen. Maar hij is nog soort van ruim. Hij heeft dus ook twee van die leuke banden hierom. Hier zit Stronger. Het heeft ook zakken nog. Dus dat is ook super chill. En ja, hij zit verder gewoon
wel mooi. Op zich vind ik dus dat een sportfest wat meer aangesloten mag zitten. Maar ja, weet je, het is gewoon prima. Het is, nou, het valt best wel groot. Ik dacht echt dat het veel kleiner zou vallen. Hoe leuk is dit om in te hardlopen of zo? Zou dit reflecteren? Oh my god. Toch hoef je dus niet met zo'n rare band om te lopen. Met zo'n gele band. Ik denk dat dit dus reflecteert. Wow, dat is vet handig. Dan ben je dus altijd zichtbaar in het donker. Ja, wow. Dat is echt heel slim over nagedacht. Maar ja, ik ben heel blij met het vest ook hoor. Is ook fucking leuk. Ik vind het echt een leuk outfitje om in te hardlopen of zo. Oké, dan de next outfit. Deze is in het beige helemaal. Super leuk. En deze legging heb ik in de maat ML. Dus het was zeg maar of SM of ML. Dus ik hoop dat deze wel goed zit dan. Hele leuke beige kleur. Tadaam. Deze is geribbeld. Ook heel erg leuk. En deze is dus beige. Heeft hier ook twee banden zo licht. Ook hier op de zijkant wat stronger. Deze is dus wat subtieler. Maar ja, vet leuk ook. Ik ben heel benieuwd hoe de maat is. Daarbij heb ik zeg maar zo'n soort topje erop. Deze heb ik in een maat ML ook. Oh, dat is niet de bedoeling geweest denk ik. Nou ja, maakt niet uit. Deze ook in de maat ML. Dan heb ik een shirt daarvoor bij. En dit is een shirt zonder mouwen. Dus dit is meer voor de zomer. Een tanktop is het dus. En er zat ook stronger op. Vet, vet leuk. En als laatste van deze outfit heb ik een heel leuk petje. Kijk hoe leuk. Een sportcap. Oké, als laatste trouwens wil ik nog dit laten zien. En dit is erbij gegeven. En dit zijn sportbanden. Nou, wilde ik dat toevallig al kopen. Dit zijn dus van die elastieke banden. Waar je dus mee kan squatten. En extra oefeningen kan doen. Het zijn hele mooie stevige banden. Je krijgt er dus 3. Je hebt hem als light, medium en heavy. Dus heavy is zwaarder. En hier kan je dus bijvoorbeeld extra mee squatten. En beter je billen trainen en zo. Ik wilde deze banden dus echt al heel lang kopen, maar nu nooit gedaan. Dus nu heb ik deze gekregen. En ze zijn echt mooi. Het zijn echt mooie kwaliteit banden. En ja, die ga ik sowieso gebruiken. Ik ga wel een keer mijn workout filmen en laten zien dat ik deze gebruik. Oké, ik heb nu de beige outfit aan. Kijk hoe leuk deze cap is. I love this echt. Gewoon zo'n heel outfitje. In één kleur. Ik vind het zo leuk. Deze broek schijnt dus iets meer door. Ik heb een zwarte string aan en het zie je er ook echt doorheen. Voor de top heb ik die zwarte sport BH er nog onder. En die zie je dus bijna niet doorschijnen. Alleen mijn string zie je dus wel een beetje doorschijnen. Dus daar zou ik mee oppassen met deze kleur. Ik vind die band wel heel leuk. En je ziet bij deze iets meer een soort mijn vet doorschijnen. Maar ja. Hij is wel lekker hoog, dus je kont komt er wel mooi uit. Zoals je kan zien schijnt echt mijn string door. Dus je moet echt iets van een witte of beige string eronder. Verder vind ik het pak wel echt niet normaal leuk. Je kan dus echt zien dat die hele string en alles doorschijnt. Ja, zoals bij de zwarte wat mooier aangesloten is, is dat hier allemaal wat minder. Maar ik vind het wel echt een ziek leuk pak samen zo. Oké, ik heb nu dus de tanktop aan. En dit is echt ja, perfect voor deze outfit. Het heeft heel leuk een split zo hier. Dit bedekt eigenlijk dat je die string en zo ziet. Dus ja, dit is eigenlijk ook weer een perfect outfitje. Helemaal goals. Helemaal leuk. Ik vind het topje echt heel leuk ook. Ik vind deze ook echt vet leuk. Heel leuk met die split zo aan de zijkant. Maakt het helemaal af. Gewoon helemaal leuk zo'n beige outfitje. Ja, I like it. Wil je ook iets bestellen? Check de link in de beschrijving, de website. En vergeet zeker niet mijn kortingscode SARA20 te gebruiken. Oké, het is inmiddels avondstand en ik zit er dus nu gescheiden omdat anders ik nog langer in quarantaine moet. Ik ga nu even mijn make-up eraf halen en lekker mijn tanden poetsen en lekker in bed liggen en echt geen klote doen. Morgen weer een nieuwe dag. Good morning allemaal, het is vandaag dinsdag. Het is nu 10:45 al. Ik ben al sinds 9 uur wakker, maar ik heb even gewoon rustig aan wakker geworden, koffie gedronken, filmpje gekeken. Gisteren door mijn kleding ben ik helemaal gemotiveerd om te sporten. Dus ik heb een nieuwe sportoutfit aan. Echt, I love it. En ik ga nu sporten. Ik ga ook die banden gebruiken. Ik ga gewoon beginnen met light. En dan ga ik oefeningen mee doen met een app. Deze app. Ik zal het even laten zien. Ik doe altijd deze app. 7-minute workout. Deze. Die roze bedoel ik.
En ik had altijd loose belly fat en butt thighs en legs. Dus dit ga ik even doen nu. En ja, dat ga ik samen met, in combinatie met die band doen. Dus dat is helemaal toppie. En daarna ga ik lekker douchen, klaarmaken. En ja, ik wil misschien items op Vinted zetten. En ik heb nog genoeg te doen voor school. Dus ja, ik kan wel even een beetje al mijn achtergesteld werk inhalen nu. En ik ben zelf negatief getest gisteren, gelukkig. Ik kreeg gisteravond de uitslag. Maar ja, het zegt nog niks, want ik kan het ook gewoon morgen of overmorgen nog krijgen. Dus weet je al aan het zien? Weet je al aan het zien? And I love my outfit. Ik heb net lekker gesport en heerlijk gedoucht en me opgemaakt. Ik heb dus een wing gezet. Wacht. Ik heb dus een wing gezet. En, want ik had dus een mascara, een eyeliner gekregen. In een PR pakketje. Maar wow, ik vind het echt best wel leuk. Ik snap eigenlijk niet waarom ik dat nooit doe. Maar ik heb ook geen foundation op. Eigenlijk helemaal geen foundation nodig voor een everyday look. En elke keer zeg ik het, maar toch doe ik het elke keer weer. Dus, dit is mijn make-up look. Let me know what you think about the wing. Oké, ik moet sowieso nog veel beter hierin worden. Maar voor first try denk ik dat het nog best oké is. Ik heb even een chillpak van Lounge aan. En ik ga hier even een shirt of iets overheen doen. Want het is wel een beetje koud aan het worden. Ik heb het al een tijdje aan. Oh my god, trouwens. En mijn statief is binnen. Ik heb een nieuw statief besteld. Want deze ligt hier een poot eraf, waardoor die dus niet op de optimale hoogte kan. En dan kan ik deze gewoon voor mijn ringlight houden en dan deze voor mijn camera. Dus ik ga hem even heel even uitpakken. Ik heb het statief op bol.com gekocht. Ja, hij is binnen één dag binnengekomen. Ik heb het letterlijk gisteren besteld. Als je het niet heel handig in zo'n zak, dan kan je hem makkelijk meenemen. Volgens mij was hij rond de 30 euro. En de reden waarom ik deze heb gekozen, hij is lekker stevig. Je kan hem dus twee keer verlengen qua grootte. Dat is super chill. Maar je kan hem dus ook, en dat vind ik super chill aan het statief dat ik nu heb. Hij is wel veel steviger. En wat je dus kan doen is dat je dit, sowieso is dit heel handig, want je kan dit zo doen. Wat het chill aan dit statief is dat je hier dit los kan draaien. En dan kan je dit zo nog omhoog doen. Dus dan hoef je niet helemaal die poot in en uit te klappen. Als je gewoon een stukje hoger wil, dan kan je hem gewoon even zo draaien. En dan kan het wat hoger. Dus dat heb ik bij dit statief ook en daarom wilde ik deze heel graag. En ook als ik toch bezig ben, even dit unboxen. Dit pakket van Astrid. En dit is een scheermesje. En ja, ik krijg heel vaak vragen van tips voor scheren, tips voor geen bultjes, dit en dit. Want ik vraag heel vaak of jullie voor mijn problemen hebben. En dan krijg ik heel veel de vraag met tips voor scheren, tips voor dit en dit. Dus ik was super mega enthousiast toen Astrid mij benaderde. Want het allerbelangrijkste is een goed scheermes. En ik weet van hun, ik heb hun vaker gezien dat dit echt goede scheermesjes zijn. Ik heb verder bijna nooit last van rode bultjes of vervelendheid. Omdat je gewoon echt gebruik maakt van een goed scheermes. Dus dat ga ik unboxen. I got it. What? Dit is echt leuk ingepakt. Oh my god. Er staat mood, me. Me, mezelf en I. That's my motto. Als eerst zie ik hier deze box. Echt, wat een leuke verpakking. Ik vind bedrijven die leuke verpakkingen hebben echt al meteen een 10 scoren. Ik vind het zo leuk. Oké, let's open it up. Er staat op 1 keer solid steel razor, 5 blade cardigators en 1 wall houder. Hier zit het in. Oh, ik vind het echt zo'n leuke verpakking. Love that. En het is allemaal karton en geen plastic. Dus super duurzaam ook. Oké, zo ziet het scherm er dus uit.
Hij voelt super stevig aan. En het ook zo'n kapje erop. En het allerbelangrijkste bij scheermessen is dat ze zo'n ding eromheen hebben. Want dat verzacht dus je huid eromheen. En een walhouder. Ik vind het echt vet leuk dat alles in kartonnen is verpakt. En dit is echt een heel klein dingetje. Maar deze kon je zomaar een soort zuignappen aan de muur. En dan kwam dus gewoon zo. Oh, het is magnetisch. Oh my god, dat is handig. Kijk hoe handig. En dan kan je hem dus zo eraan hangen. En het is dus magnetisch, dus het valt er helemaal niet snel af. Mooi design ook. Course een linkje in de beschrijving zetten van hun website. Ik zie dus hier dat ze vegan zijn. 100% vegan. Dan hiernaast heb ik ook nog een meeneemhoesje. Dus dat is mijn probleem ook altijd als ik bijvoorbeeld op vakantie ga of een weekendje weg. Dat je niet makkelijk je scheermes kan meenemen. En anders wil je natuurlijk wel dat die dingetjes scherp blijven. Niet zomaar los wat dingen in de toilet als gooit. Dus heb ik hier een vethoudige hander. Hier kan je hem dus in doen. Dan kan je hem dus zo erin doen. Dichtmaken. En dan is hij goed beschermd. Nou, echt ideaal. En daarnaast heb ik nog een vegan shave cream. Met aloe vera, shea butter, coconut oil. En dat was het. Het ziet er echt allemaal zo leuk verpakt uit. En een vegan body oil wash. Dus dit is om je daarna mee in te olieën en mee te wassen. Dus dat je benen lekker zacht worden. Ik vind het ook heel leuk dat het vegan producten zijn. En ze dus echt zo duurzaam bezig zijn met, nou, gewoon geen plastic. Dus zoek je een goed scheermes. Check it out. Ja, hij ziet er echt gewoon precies uit als die ik altijd had. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik vind deze om mee te nemen ook echt amazeballs. Het is gewoon van siliconen. Nou, echt super chill. Dit kan ik ook gewoon lekker makkelijk meenemen naar mijn vriend. Want ja, daar had ik echt een scherm of zo. Want je kan die gewoon meenemen. Super leuk. Het is inmiddels alweer 4 uur. Ik heb geluncht. Ik weet niet of ik nou mijn lunch heb gefilmd. Ik zal hier wel een foto plakken. Dat is echt heel lekker. Ik heb eigenlijk nog helemaal niet zoveel gedaan. Ik wil echt aan school zitten. Maar het lukt me echt niet om te concentreren. Ik heb nu even een koffie gemaakt. Voor mij en Stan. En nu gaan we op afstand op de gang koffie drinken. Alright. Het is inmiddels 9:30. Ik heb al avond gegeten. Ik weet ook niet wanneer ik voor het laatst heb gevlogd. Ja, ik zit echt alleen maar thuis. Ik heb niks te doen. Ik verveel me dood. Ik moet aan school zitten, maar dat doe ik niet. Je denkt nu waarschijnlijk echt, waar zit jij? Maar ik heb even een tafel in mijn kamer gezet. Zo hier. Zodat ik een soort van bureau heb. Want ik heb dus helemaal geen bureau in mijn kamer. Ik ga morgen een hele video opnemen. Ik ga TikTok recepten namaken. Ik heb morgen eerst een test. Dan ga ik daarna om 1 uur. Om 10:30. En dan 10:30. En dan ga ik daarna de video filmen. Echt super veel zin in. Lijkt me echt heel leuk. En allemaal lekkere dingen. Ja, ik moet echt naar school. Maar ook zo geen motivatie voor. Ik heb donderdag ook een beoordelingsgesprek. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Maar ja, ik ga nu proberen aan school. En dan ja, een beetje op tijd mijn bed in of zo, denk ik. I don't know. Morgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Het is helemaal dramatisch hier. Mijn moeder heeft namelijk ook corona. Die is ook positief getest. Dus het is echt helemaal kut. Ik heb nog steeds nergens last van. Ik snap er echt niks van. Ik ben gewoon dagen met Sam geweest. Ik heb het gewoon in mijn gezicht gehoest gewoon. Ik heb voor hem gezorgd, naast hem gelegen, alles. Maar ik heb het gewoon niet. In ieder geval nog niet. Ik ga vanmiddag nog een keer testen. Just to be sure. Ik heb een beetje last van mijn longen. Maar ja, dat is ook omdat je zo gek praat. Als dit niet geweest had, ik er nooit aan gedacht überhaupt. Ik ga even een koffietje zetten en dan ga ik weer lekker sporten. Ik heb hier het matje klaar liggen. Ik heb hier de band. Dan ga ik maar sporten, ja. Ik dacht, nou, dan blijf ik maar even fit in mijn vel. Dus ik ben helemaal het huisvrouw. De huisvrouw in huis. Want ja, ik moet natuurlijk nu alles doen. Dus ik moet eigenlijk ook boodschappen doen. Wat niet kan, maar het kan niet anders. Want we kunnen gewoon niemand anders vinden die niet boodschappen kan doen. Dus dat moet ik zo meteen even gaan doen. Ik ben even een rundersoepje, groentesoepje aan het maken voor mijn moeder en Stan. Want die zijn allebei nog ziek. Ik heb gewoon rundervlees. Ik heb rundvlees. Ik heb dit. En dan ja, doe ik daar een beetje water in. En groentebouillon. 3 blokjes. En dan krijg je een soort, ja,
runderbouillon soepje. En wij hebben dus maar zo'n slowcooker. Dan kan je alles erin pleuren en dan kan je het 8 uur aanzetten. En dan maakt het allemaal lekker gaar en goed. Nou, dat ga ik even maken. En ik moet vanavond ga ik deze pasta maken van HelloFresh. Maar dat gaan we gewoon zelf doen. Dus ik heb hier granalen uit de vriezer gehaald. Trouwens, ik moet niet alles doen. Ik moet even wat uithalen. Maar ik ga dit gewoon lekker maken. Super chill. Ik hoop echt gewoon dat ik negatief blijf en dat ik voor iedereen kan zorgen hier. Want mijn vader is overdag gewoon aan werk. Want mijn vader die werkt helemaal alleen op een kantoor, gewoon geïsoleerd. Daar komt niemand en er is niemand. Dus hij kan gewoon naar zijn kantoor toe. Ja, en als ik ook ziek op bed lig, dan ligt iedereen hier echt van... Hoi. Dus ik hoop echt dat ik gewoon beter blijf. En misschien heb ik het ondertussen al gehad dat ik immuun ben of zo. Ik snap er helemaal niks van. En misschien heb ik het wel gewoon, maar heb ik het gewoon niet erg. Want ik heb dus wel een beetje keelpijn, maar gewoon bijna niet. Gewoon, ik was al verkouden, ik had dit al. Dus het is echt helemaal waardeloos. Nou ja, we gaan het zien. Oké, nou, de soep zit erin. Ik word helemaal gek. Ik ben nog steeds niet aan het sporten toegekomen. Dus ik ga nu echt sporten, want ik ben de hele tijd heen en weer aan het lopen. Ik hoop oprecht gewoon dat ik het heb. Want dit is zo kut. Om de hele tijd afstand en... Wat gezeik. Nou, het is inmiddels 11:30. Ik heb net even een ontbijtje voor stal gemaakt. En ik heb net een pakket binnengekregen. Ik ben nog steeds niet gesport. Ik word helemaal gek van mezelf. Maar ik ga echt sporten hierna. Oh my god, ik dacht echt, word ik nou gefopt? Want alleen dit zit erin en het lijkt alleen dood. Nou, er zit echt een mini-ding in. Tripod of gorilla pot of zo. Gekocht voor mijn vlogcamera. En ik ga het zo meteen uittesten, want ik ga zo met de auto. En hiermee kan je dus je camera echt overal zo aan vastzetten, omheen doen. Maar ook gewoon zo vasthouden. Ik heb dus van bol.com gekocht. Dat was 20 euro of zoiets. Ik dacht, dat is gewoon een handig ding. En dan... Oké, nu of ik heb hem nu zo vast. Nou, dan is het wat smoother beeld. Of ik zet hem gewoon even lekker hierop. Zo, en dan kan ik hem gewoon zo neerzetten. Nu is wel een beetje van boven. Maar dit kan ik hem dus ook in de auto en overal. Ja, super chill. Dus deze probeer ik denk ik gewoon zoveel mogelijk om te houden. Nou, ik ga nu echt sporten. Jezus. En daarna ga ik me heel zo klaarmaken. En dan boodschappen doen en dan ga ik testen. Oké, ik heb hem helemaal opgemaakt. Super chill. Ik moet nu echt gaan, want anders kom ik weer te laat met alles. Ik vind het ding echt super chill. Ik kan hem nu gewoon echt overal opzetten. I like it. Het is wel een beetje van andere films, maar weet je, fuck die onderkeer. Oké, jongens. Ik zit in de auto. En ik heb nu dus die... statief in de auto gezet, maar ik weet dus niet of jullie mij kunnen zien, want dat kan ik dus weer niet zien. Oh, dit is zo'n kutbocht, echt. Ik weet dus niet of jullie mij goed kunnen zien, want ik kan het schermpje dat ik mezelf zie, dus niet uitklappen, want dan zit het tegen de raam aan. Het is echt mooi weer! Niet normaal. Echt kut dat ik niet gewoon naar het strand kan en gewoon lekker kan lopen ofzo. Nou, ik kan wel, maar niet in mijn eentje ga ik dat doen. Ik hoop gewoon dat ik het heb. En dat klinkt echt heel raar. Maar ik hoop oprecht dat ik het heb. Want dan kan ik gewoon normaal leven in mijn huis. Dan kan ik volgende week dinsdag gewoon uit quarantaine. Want ik kreeg gisteren al last van mijn longen. En als het nu anders, dan duurt het alleen maar langer. Dan blijf je gewoon een soort van aan de gang. Dat is echt kut. Ik zit alleen maar te kloten met de camera. Het is meer een soort test voor als ik zeg maar... ja, wil gaan filmen in de auto. Of mukbang wil filmen in de auto. Dat. Maar ik heb niet echt iets boeiends te vertellen of zo. Ja.
ga zo'n video opnemen. TikTok recepten ga ik proberen. En verder, ja. Voor mijn gevoel had ik vandaag iets. Ja, die test. Morgen heb ik een interview en mijn eindpresentatie. Ja, ik moet ook echt nog aan school zitten, joh. God. En ik moet ook zorgen voor het hele gezin. Ik moet koken. Dus ik heb het helemaal druk gewoon. Het is echt ongelooflijk. Nou, ik denk dat ik het nog niet eens ga halen, wist je dat? Ik ben een beetje laat vertrokken allemaal, maar... Weet je, we gaan het zien. Weet je, aan het kon het zien. Oké. Ik heb nu de camera soort van hiervoor vastgemaakt. Ik weet niet hoe dit er precies uitziet en of dit blijft staan. Maar ik heb dus de test gehad. En ik ben heel erg benieuwd, ja, wat nu de uitslag hiervan is. We gaan het zien. Oh my god, guys. I'm so fucking dead. Ik heb net de video opgenomen en het is 5 uur. Het is gewoon de hele dag gelost. Ik ben echt helemaal gesloopt. Ik voel me ook niet lekker. Misschien komt het omdat ik zoveel heb gedaan. Maar ja, zoveel heb ik nou ook weer niet gedaan. Ik wil echt gewoon mijn bed in. Ik weet niet, ik voel me echt niet chill. Oké, ik lig nu in bed. Ik ben een beetje video aan het editen. Maar ik heb er helemaal geen zin in. Dus ik voel me echt moe en... Oh, ik heb gewoon echt nergens zin in. Dus ik ga denk gewoon niet dit doen. Ik ga denk gewoon lekker op TikTok. Ik moet zo eten koken. Helemaal geen zin in. Ik had net even avondeten gekookt. Dat ben ik nu op de gang aan het opeten met Stan. Dat we nog gezellig kunnen praten. Zitten. Oh, ik heb zo spierpijn. Nog tegen elkaar kunnen praten. Ik had lekker pasta met garnaal, courgette en tomaat gemaakt. Jezus. Oh ja, en vanavond ga ik denk ik lekker in bad en niks doen. Ik lig lekker in bed chillen, filmpjes kijken. En ben nu lekker dingen aan het eten die ik vandaag in de video heb gemaakt. Ik had viral TikTok recipes gemaakt. Heel lekker een brownie gemaakt. Een gezonde brownie, healthy. En die je niet hoeft te bakken. En het is echt heel lekker. Het smaakt echt naar een snicker of zo. Echt super lekker. Nou, goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Ik ben positief getest. Nou, ik heb eigenlijk een soort van geluk. Want ik heb helemaal nergens last van. Ik ben alleen een beetje verkouden. Dus ik hoop dat het bij deze klachten blijven. En dan kon ik gewoon weer lekker met Stan in de kamer. En met hem zijn. En anders moest ik tot zondag in quarantaine. En ik heb de verkoudheid dinsdag gekregen. Dus nu hoef ik maar tot dinsdag in quarantaine. Dus dat scheelt allemaal weer. En ja, nu gaan we maar samen gewoon een beetje vermaken. Dat is in ieder geval veel beter. Gelukkig hebben we elkaar. En we gaan er het beste van maken. Het wordt echt de meest saaie weekvlog ever. Want ik mag mijn huis natuurlijk niet uit. Dus ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. Wij hebben vandaag de hele dag school en allemaal dingen. Dus daar gaan we heel veel aan zitten. En morgen ben ik vrij, jou. Oh, ik wel. Nou ja, in ieder geval maakt niet uit. Ik ga zo meteen lekker douchen. Nu eerst een koffietje. Oké, ik heb me eventjes gedoucht. En even wat crème opgedaan. Ik heb eigenlijk een heel simpel topje aan. En een zwarte jeans van H&M. En dit topje is ook van H&M trouwens. Of nee, van de Bershka. Van de Bershka. Ik heb nu een tussenbeoordelingsgesprek. Dus ik ben heel erg zenuwachtig hiervoor eigenlijk. Dus ik hoop dat het goed gaat. En daarna... ga ik me even opmaken en zo denk ik. Want dan voel ik me altijd een stukje levender. Ik ga heel even op de gang staan. Want Stan heeft nu online les. Dus die moet praten. Ik heb net mijn gesprek gehad. Hij ging echt super goed. Helemaal blij mee. Super enthousiast. Ik ben nu mijn MacBook aan het updaten. Want ik ga Final Cut Pro kopen. Heel lang overgetwijfeld om te doen. Maar ik ga het toch doen. Het is best wel een dure aanschaf. Maar ik denk dat het echt... ja, ik geld er sowieso gaat uithalen. Dus dat ga ik nu kopen. Ik ben heel erg benieuwd. Ga ik lekker de hele dag editen. Oh nee, ik wil om 1:30 wel nog een interview laten doen, maar dat komt helemaal goed. En ja, we hebben echt een soort klein kantoortje gemaakt. Kijk, ik zal het even laten zien. Zo, zitten we hier lekker. Oké, ik ben nu Final Cut Pro aan het kopen. Het duurde even, want ik moest eerst mijn laptop updaten en dat geld erop zetten. En dat duurde heel lang voordat het erop stond. Maar het is aan het laden. Ik heb dus altijd, ik had eerst zeg maar een iMac, echt een computer. En daar stond altijd Final Cut Pro op. Want
I don't know hoe ik dat ooit heb gedaan. Toen ik 15 was, heb ik een keer illegaal Final Cut Pro gedownload. Ik heb echt geen idee hoe ik dat heb gedaan. Maar ja, die iMac, ja, die gebruik ik niet meer. Dus ik zit nu alleen maar op mijn laptop. Dus ik heb het nu gekocht. Echt benieuwd hoe het veranderd is. Want ik heb het echt al een paar jaar niet gebruikt. En ja, ik heb nu zo meteen over een 10 minuutjes heb ik een interview. En daarna ga ik denk ik even lunchen. Oké, het is inmiddels 17:15. Ik ben de hele dag aan het editen. Ik heb zoveel hoofdpijn. Dat komt dus ook door die coronavirus. Ik heb dus Final Cut Pro gekocht. En ik ben er echt super blij mee. Kijk, ik kan veel meer coole dingen en zo. En ik heb hier dus heel lang mee gewerkt. Dus ik weet hoe het werkt. Maar bijvoorbeeld, hier heb ik zo'n coole edit. Dat je dan zo je telefoon erin hebt en zo. En allemaal leuke dingen. Dus helemaal blij mee. Vet leuke video's maken. Maar ik ga nu eerst even koken trouwens. Oké, het is inmiddels al 22:00. Ik weet echt niet meer de laatste keer dat ik heb gevlogd. Ik heb weer eens lekker stukje brownie. De healthy brownie. En we hebben zelf echte chocolade ook gemaakt met echte pure chocola. Super lekker. En we gaan nu Bo kijken. Want die Bilal Wahid, die is daar nu. Dus we zijn heel benieuwd wat hij te zeggen heeft met zijn domme actie. Alright, het is inmiddels avond. Ik heb mijn make-up eraf gehaald. We zijn nu Temptation USA aan het kijken. Uiteindelijk kwam Bilal Wahid. Hoe heet hij nou? Bilal Wahid volgens mij. Dus niet in dat programma van Bo. Dus dat hebben we niet meer gekeken uiteindelijk. Echt jammer. Ik had wel graag zijn woord willen horen erover. Maar goed. Ja, sowieso. Om het daar even over te hebben. Ik vind het echt zo apart wat er is gebeurd. Ik kon me gewoon. Ja, ik heb een stukje teruggezien van hoe hun erop reageerde. En ze zat gewoon kaart te lachen. En nou, ik vind het echt zo respectloos en zo apart. Maar ja, ik wil er ook niet te veel aandacht aan geven. Want ik bedoel, het is echt geen aandacht waard. Ja, we gaan nu even Temptation USA kijken. In ieder geval, dat hebben we net gekeken. En dat we nu even gaan slapen. Want we zijn best wel moe. Ik heb ook wel een beetje hoofdpijn van de corona. Dus ja, ik ga nu gewoon lekker mijn bedje. Goedemorgen allemaal. Je wordt je gast natuurlijk. Ja, maar ik kan dat wat zachter. Het is vandaag vrijdag. Het is alweer vrijdag. Echt deze week. Ik doe gewoon niks. Het is echt verschrikkelijk. Ik heb een sportoutfit aan. Ik wil namelijk ook nog gaan sporten. Ik ben nu alleen de video aan het editen. Lekker op dit scherm. Op Final Cut Pro. Het is echt amazing. Het werkt zo chill. Ik had ook lekker een ijskoffietje gemaakt. Super lekker. Stan heeft hier online les. Nou, die is even wat eten pakken. Ja, wat ga ik vandaag doen? Het is mooi weer. Ik wil even sporten. Video editen. Gewoon, ja, we kunnen ook gewoon nee. Ik vraag me echt af wat jullie van deze weekvlog gaan vinden. Alright, het is inmiddels 2:00. Stan en ik hebben net even gedoucht. Ik ga me even een beetje klaarmaken. Ik ga make-up, geen make-up op doen hoor. Ik heb de video helemaal afgeëdit, dus die is nu aan het renderen. En ik moet even toneel maken, zo maar dat komt wel goed. Oh. Gaan we nu even lunchen. Nou, meest saaie dag ever. Ik lig echt de hele dag op mijn bed. Ik voel me toch niet zo heel lekker. Ja, het is niet dat ik ziek ben, maar ik ben gewoon verkouden en hoofdpijn en futloos. En ik heb gewoon nergens zin in. Ik heb echt geen zin om te koken. Dus Stan is nu met mijn vader aan het koken, gelukkig. Dus op zich ga ik zo lekker wat eten en ik ga helemaal niks. Ik word ook gewoon blij van niks doen. Ik ga denk vanavond ook lekker in bad of zo. Helemaal niks doen. Ik heb gewoon echt nergens zin in. And that's so not me. Ik ben altijd zo druk bezig met alles. Ik heb ook vandaag, ik voelde me echt niet lekker, maar de hele tijd geëdit en de weekvlog, de thumbnail gemaakt. En dat, het me gewoon, dat is gewoon even iets te veel geweest. Het moet. Ik ben nu wel blij dat het gewoon alles klaar staat vanmorgen. Oké, het is inmiddels 10:45. Het is al 10:45. We hebben gegeten en we hebben lekker risotto op. Champignon risotto van HelloFresh. En toen zijn we eigenlijk bed ingegaan, want we waren best wel moe.
En net hebben we zelf popcorn gemaakt. Super lekker. En we hebben dit op een gezonde manier gedaan. Met kokosolie, heel klein beetje maar. En dan gepopt. En dan hebben we zout, paprika poeder en knoflookpoeder erdoor. En nu gaan we Temptation USA verder kijken. Het is echt zo'n leuk seizoen. Het is echt 1000 keer leuker als Nederlandse versie. Het is echt niet normaal. En door dat bureau hier nu heb ik gewoon lekker een tv'tje waar we kunnen kijken. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag. Het is echt wel fucking laat. Het is echt wel 1 uur of zo. We hebben echt de hele ochtend niks gedaan. Maar ja, we hebben toch niks te doen. We hebben echt zoiets van waarvoor gaan we bed uit. Maar ja, we hebben nu wel een beetje honger gekregen. Dus we gaan even koffie drinken en eten maken. Misschien even naar buiten, want we zijn echt al dagen niet buiten geweest. Oké, we hebben lekker eten gemaakt. Ik heb een Libanees brood met... ja, eigenlijk van alles wat we over hadden in de koelkast erop gegooid. Ham, tomaat, ui, champignon, courgette, gebakken, ja, zuivelspread. Ik heb maar wat gedaan. Ik hoop dat het lekker is. Nou, we zijn net even een rondje gaan lopen in de tuin. Het is echt... ja, even frisse neus halen. Ik ga nu zoete aardappelchips maken, gezond. Voor vanavond, dat we vanavond kunnen eten. Stan die gaat even werken. Ik ga denk ik even serie kijken ondertussen dat ik dat ga doen. Nou, ik ben zoete aardappelchips aan het maken. Ik heb dus een beetje zoete aardappel en heel dun gesneden. Maar toen snee ik dus een stuk uit mijn vinger. Dus echt een hap uit mijn vinger nu. En het bloedde echt niet normaal. Dus ik hoop dat het niet heel erg wordt. Ik denk dat het geamputeerd moet worden, maar dat gaan we nog wel zien. Dat gaan we nog wel zien. Nou, ik heb het dus heel dun gesneden, ja, met dit ding. En ik wil dat ding... ja, ik ga dit ding nooit meer aanraken, want ik heb dus een hap uit mijn vinger gehaald. Ik heb het gekruid met peper, zout, knoflookpoeder en paprikapoeder. Nu ga ik het in de oven doen en ik heb geen idee hoe lang, maar dat ga ik ondertussen even checken. Oké, het is uit de oven. Het ziet er eigenlijk best wel goed uit. Maar ik laat het nog een beetje afkoelen. Wacht, ik kan er misschien wel eentje proeven. Ze zijn niet heel knapperig, maar... moet je nog langer? Sommige moeten wel langer, ja. Dit is nog niet goed. Oké, ik heb een deel er alvast uitgehaald. Dit is wel allemaal goed en knapperig. Dat hoor je ook wel. En de andere deel zit er nog in. Ik heb dit ongeveer uit 1 zoete aardappel gehaald. Dus het is niet heel veel. Maar ja, het gaat gewoon even om de leuk, joh. Heb ik ook weer wat te doen. Nou, het is weer helemaal mislukt, want de helft is verbrand. Dus nou, dit kan ik ook wel weggooien. Godverdomme. Hey, het is inmiddels 6 uur en we gaan koken. We gaan een frisse paru couscous met warm gerookte zalm en avocado maken. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Een soort salade, denk ik. Dus heel snel, super snel. 15 minuutjes. Super chill. Dit is alles wat we nodig hebben. Nou, het eten is klaar. Ik ben heel benieuwd hoe het smaakt. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag. Ik voel me echt al een stuk beter. Ik voel me gewoon weer helemaal goed. Vandaag wil Stan en ik gaan bakken. Ik heb net onder de douche scheermes gebruikt die ik van de week aan jullie liet zien. Het is echt een super fijn scheermes. Het is echt super scherp, net zoals een mannenscheermes. Want heel vaak gebruik ik vrouwen mannenscheermessen, maar ik raad je wel af om dat te doen. Want daar is het gewoon niet voor gemaakt. Deze heeft namelijk ook een soort... randje om de mesjes heen met een soort shea butter. En dan glijdt het echt een soort lekker over je been heen. Dus ja, ik vond het echt een aanrader. Ik denk dat ik nu even een koffietje ga zetten. En dan gaan we zo lekker een taart bakken. Super zin in. Oké, we gaan nu de taart maken. We hebben hier de spullen. We hadden toevallig alles nog in huis. Stan niet doen. We gaan een biscuittaart maken met chocola. En we gaan verschillende kleurtjes doen. Dat we allemaal laagjes gaan doen. En we hebben hier allemaal bakvormen. Helemaal leuk! Oké, nou we gaan dus bakken. Oké, biscuittaart. We hebben gelukkig een KitchenAid, dus we kunnen dit allemaal in doen. Plaats rozen. Leg bakvuur. Oh, we moeten bakpapier. Hier, nou dit is perfect. We hebben hier het beslag en dan gaat hij. Oh my god, hij zit er niet in, die stekker. Oké, nu gaat hij echt. Oeh. Kut. Het beslag is klaar. Het is echt fucking veel. We gaan nu even alles verdelen over 5
schaaltjes. En dan gaan we het allemaal een kleurtje geven. En dan gaan we allemaal van die leuke laagjes maken als het gaat lukken. Alleen wat ik me dus nu bedenk is dat je elke kleur apart moet bakken staan. Maar we hebben gelukkig wel twee springvormen. Nou, of gaan we gewoon op elkaar gooien die lagen. Kijk eens hoe goed dit eruit ziet. We zijn dus ook paars aan het maken, maar we hebben iets te veel blauw gedaan. Maar de rood is nu op. Dus ja, dat paars, dat... En geel erdoor. Nee, dat gaat dan een poepkleur worden. Wat moeten we nou doen? Veel te veel blauw. Nee, dit kan niet. Nu gaat het er hier niet meer uit. Heb je het daar ook gedaan, hoor? Ja, dit is het geworden. Betere paars als dit gewoon niet krijgen, want we hebben gewoon geen rood. Oh nee, trouwens. Ik ben met iets heel anders bezig. Ik heb even aardbeien in de oven gedaan. Dan wordt het zacht. En dan gaan we kijken of de rode sappen van de aardbeien misschien wat roder gaat maken. Oh my god, wat dom dit. Oh my god, guys. De taart is klaar. Kijk hoe mooi dit is. Het is echt niet normaal. Ik twijfel of we nog een beetje witte chocola overheen gaan doen. Maar ik denk het wel. Op zich maakt het dat wel leuk. En hij heeft dus van binnen ook fruit en botercrème. Hij is zo zwaar. Oké, doe maar een beetje... Dit is chocolade over anders. Maakt het wel leuk op zich. Sneeuwbal effect. Oké, we gaan nu snijden. Hij is echt zo ziek mooi geworden. Wow! Hij is vet cool geworden. Ja. Hij is echt vet cool geworden. Cool. Oké, het is inmiddels al 1:30. Ik heb net even mijn tanden gepoetst. We hebben net The Hunger Games part 2 en 3 gekeken. En er is nu nog eentje over. Dus die gaan we van de volgende week denk ik wel kijken. Helemaal in The Hunger Games. Als je hem aan het kijken bent, dan kan je echt niet stoppen. Ik heb geen idee hoe lang deze weekvlog is. Of ik veel gefilmd heb. Of het überhaupt een beetje een leuke weekvlog was. Ik heb mijn best gedaan. Het was een hele aparte week. Echt, als ik aan het begin van de week denk, dan lijkt het wel een maand terug. Het lijkt zo'n lange week. Gewoon zo apart. Zo niet mijn ritme gewoon. Maar ja, ik hoop dat het nog een leuke week was. Ik ben echt blij dat het volgende week, volgende jaar, volgende week weer normaal wordt. Dinsdag mag ik uit quarantaine. Wordt het eigenlijk weer een beetje back to normal. Stanley hier is hier toch nog een nachtje. Maar die gaat morgen naar huis en morgen alweer online les. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het dus toch wel een beetje een leuke vlog vonden. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. En op mijn kanaal te abonneren, of course. En ja, met de volgende video. Dus @Savoort. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei.